Goedemorgen, het is vandaag vrijdag 4 maart en dat weet ik zo goed, want Bernie is jarig, lieve schat, 28 jaar, zijn we nog lekker jong. Ik hoop dat je een hele fijne dag hebt. Ik baal als een stekker dat ik er niet bij ben, maar het maakt niet uit. Want ik weet gewoon dat er een feestje op de planning staat, ik weet hoeveel leuke mensen er komen en je gaat genieten. Zo, sorry. En we gaan het alsnog gewoon een keer overdoen. Maar ja, balen is het natuurlijk wel. Ik voel me beter. Ik klink ook iets beter. Vooral de keelpijn is weg. En dat is een hele opluchting. Mijn lijf is nog moe. Maar ook minder zeurderig. Ik had zeg maar, gisteren was echt een zware dag. Toen dacht ik echt, holy shit, als het nu nog erger wordt, dan weet ik het even niet meer. Want alles deed zeer. Iedere aanraking deed ook zeer. En ik had ook zeg maar... Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Ik had een beetje vlagen. Soms dacht ik ineens, oh, ik voel me echt wel beter. En dan stond ik op om even naar de keuken te gaan. En dan dacht ik dat ik echt instortte. En s'avonds ging ik douchen. En ik denk dat dit een combinatie van dingen is. Ik heb nog steeds niet heel goed gegeten. Ik heb meer gegeten. Ik heb 3 mandarijntjes, een wortel, een sneetje brood... 2 rijstwafels. Oh, nu ik het zo opdoe lijkt het niet zoveel. Maar ik had het idee dat het meer was dan die dag daarvoor. En toen ging ik dus douchen. En ik had het de hele dag zo koud. Terwijl die dagen daarvoor was ik echt juist oververhit de hele tijd. En nu was ik zo koud. Dus ik ging heel heet douchen. En toen moest ik ook mijn haar wassen. Of tenminste, dat wilde ik. Want het was echt vreselijk vet. Nou, nu is het gewoon weer lekker clean. Maar... Nou, dat was denk ik gewoon allemaal een beetje te veel. Dus toen dacht ik echt, wow, ik ga flauw vallen. Dus toen heb ik echt 15 minuten op de grond gezeten. Zo vlekken voor mijn ogen, duizelig. Maar ik denk meer dat dat komt vanwege het weinige eten en het te hete douchen. Nu denk ik, ja, oké, we gaan de goede kant op. Dus ik ga ook gewoon zo meteen... Oh ja, het slechte nieuws. Ik heb het gevoel dat ik elke keer de vlog met een nieuw logboek begin. Maar ja, dat is een beetje de tijd waarin ik nu leef. Hey Jean. Gisteren is Godric ook positief getest. Dus nou ja, dat zat er natuurlijk in. En daardoor gingen we ook 2 keer per dag extra testen. Hij is ook thuis nu. Gisteren is dan zijn dag 0. Dus hij heeft dan nu nog 5 dagen te gaan. Dit is mijn dag 5. Dus als ik geen symptomen meer heb, zou ik morgen eruit mogen. Ik vind wel dat ik nu nog klachten heb. Dus ik zou nu nog niet zeggen dat mag. Zondag heb ik eigenlijk een familieuitje staan. Dus ja, ik zou het heel leuk vinden als het kan. Maar aangezien er een baby en een zwangere vrouw bij is, ga ik ook geen risico nemen. Maar dat betekent wel dat we nu samen thuis zitten. En samen is gezelliger dan alleen. Alleen dit huis is ook heel erg leeg. En mijn moeder en mijn vader hebben wel aangeboden om dingen voor ons te halen. Maar toen dacht ik, weet je, ik zei nog zo leuk. We hebben nu Flink. Nou, laat ik gewoon een keer Flink gaan bestellen dan. Dan zet ik er gewoon bij. Pas op corona. Zet het 1,5 meter voor de deur neer. En dat is toch wel ideaal, toch? Nou vind ik het ineens toch wel heel fijn. Ook al zit het echt hier heel dichtbij. Maar ja, we mogen het huis niet uit. Dus dat ga ik zo lekker doen. Want we hebben helemaal geen fruit meer. En ik heb ook heel erg zin in yoghurt. Ik merk, vandaag wordt een betere dag. Ik voel het aan alles. Al moet ik zeggen, de ochtenden zijn vaak wel oké. En dan gedurende de middag stort ik weer in. Maar dat mag ook, hè? Dat mag. Ik heb mezelf ook helemaal beloofd dat ik helemaal mag uitzieken. Nou, nu heb ik 4 minuten geluld. Dat lijkt me wel weer even genoeg. Het zonnetje schijnt. Ik hoop dat hij straks op het balkon komt. Dan kan ik straks even goed aangekleed op het balkon zitten. Toch een beetje frisse lucht. Ik ben alweer aan het lullen en ik zei dat ik ging stoppen. Hi. Oh, doe even een kusje. Kusje. Oeh, lekker. Nog een kusje. Dubbele kusjes. Kusje aan elkaar? Nee. Ik merk trouwens wel dat het ziek zijn zich ook echt uit in mijn huid. Dus ik heb echt ook, nou ja, het is niet zo gek. Het is denk ik gewoon stress, zeg maar, een soort van die naar buiten komt. Maar deze is wel echt heel fijn. Er zit een sticker van mijn appel op. Maar hij zegt 72, nou dat red ik echt bij lange na niet. Maar het is wel een van de weinigen waar ik echt een dag lang plezier van kan hebben, zeg maar. Waar ik niet halverwege de dag weer, nou ja, zulke droge plekken heb als dat je hier ziet. Ja, dit is echt meer uitslag geworden. Dus het is wel een aanrader. Als je echt een hele droge huid hebt, is dit wel een fijn balmpje. Toch gewoon weer een chill outfit hoor. Maar dat snappen jullie hopelijk. Deze flared zit echt te lekker. Die heb ik ook al jaren. Maar check even hoe het gratis dieet me weer afgaat. Dat is niet normaal. Het is echt niet normaal. Er zit echt... Nou Jimmy, waarom doe je dat toch altijd? Echt niks in mijn buik. Dus daar ga ik echt vandaag echt iets aan doen. Ja, verder ziet het er niet uit. Maar het maakt me ook geen reet uit, jongens. Ik ben echt heel erg aan het genieten van het zonnetje dat door het raam komt. Oh, dat ik dan toch nog even in de zon kan zitten. Ik ga helemaal stuk om mezelf trouwens. Oh, sorry. Het gaat nog wel vaker gebeuren. Als ik te diep ademhaal, moet ik hoesten. Ik heb gisteren echt met man en macht mijn best gedaan om de vlog nog online te zetten. En het was echt zwaar, want mijn hoofd was er echt niet bij. En ik heb dus in plaats van de Belgische vlag, de Duitse vlag hier gezet. En ook geen enkel moment gerealiseerd dat het niet goed was. Ik zag de kleur en ik dacht bam. Oh, soms is het leven zwaar. Man, nou, ik vind het wel grappig. Gelukkig hebben jullie me erbij geholpen. Waar is mijn telefoon? Ik blijf hier nog net zo lang zitten totdat het zonnetje weg is. Ik ga ook gewoon helemaal niks doen. Ik ga hier alleen maar zo zitten. How do you feel? Bad timing. Van 1 tot 10. 6? It's not that bad. Yeah. I think it could be worse. Yeah. I thought it would be worse. Yeah. But I haven't got out of bed, so. That's the hard part. That is the hard part. Ik zou zelfs zeggen dat ik me momenteel wel een 7 voel. Kan nog misgaan. Ik heb zojuist met mijn stelling gedaan. Vol fruit en groentjes. Als het goed is wordt hij binnen 8 minuten bezorgd. Ik ben benieuwd. En dan ga ik even lekker een ontbijtje voor mezelf maken. Of kijk, deze ook lekker in de zon zitten. Hi. Mag ik een kusje? Ik was zo bang dat ze corona zouden krijgen van mij. Maar dat gebeurt niet zo vaak. Ik heb uitgebreid gegoogeld. Het kan gebeuren, maar het gebeurt niet vaak. Het is ook niet alsof ik ze, nou ja, in quarantaine kan stoppen. Hi, mag ik ook een kusje van jou? Hey, daar. Nee, geen kusje. Holy shit jongens, dit was minder dan 10 minuten hoor. Dit was ook minder dan 8. Dit was heel snel. Oh, hij is hartstikke zwaar. Ik wilde hem echt heel raar aanpakken. Even kijken hoor. Ik heb een klein blueberry kwarkje. Ik kon niet zo goed kiezen en ik had niet zo'n zin in kwark zonder smaakje. Of yoghurt. Dus ik heb ook nog een roomyoghurt van Almhof met perzik maracuja. Dan heb ik mandarijntjes. Die waren alweer op bij cappuccino. Bosbesjes. Om nog meer bosbessen in mijn bosbessenkwark te doen. Lenzendoosjes. 2. Hij stopt echt al dagen dus geleden. Nou, volgens mij wil ik het zelfs laten zien. Nou, dat doet hij misschien al weken. En ik zag ze nu staan. Ik dacht, ik koop ze gewoon. Bananas. Iets wat rijp. Maar ja, dat was natuurlijk het risico wat ik nam. Ik ga ze dus nog wel lekker vinden. Melkje. Voor Godric, die drinkt zijn muesli met melk. En we hebben een smoothie. Antioxidant, kiwi. Komkommer, appel, matcha, flaxseed en een energizer, strawberry, cherry, appel, guarana en flaxseed. Deze is voor Godric en deze is voor mij. Deze zijn wel echt lekker van Innocent. Die zijn echt lekker. Ik vind het top service, dus ik ben er blij mee. Thanks. Enjoy. I will. With the kisses from the delivery guy. Oh, nice. Ik heb een sapje. Nee, Trappy. En ik dacht, ik doe nog even een banaantje bij mijn kwark. Dat past niet helemaal, maar ik ga er doorheen slaan. Oh, lekker. Dit is echt mijn favoriete smoothie die er is. Ik voel gewoon echt dat ik meer honger heb. Dit wordt een goede dag. Je kan tegenwoordig ook katten bestellen bij Flink. Trap je ook in de tas? Nee. Ik heb even mijn jas aangedaan. Want Godric moet natuurlijk weer even naar de GGD om ook een positieve test te krijgen. Tenminste, daar gaan we vanuit. Hij heeft net nog een zelftest gedaan. Dit was die van gisteren, die was wel heel duidelijk. Deze heeft een licht streepje, dus die is niet zo heel duidelijk. Maar we gaan sowieso naar de GGD. Zit je tegen mij te praten? Oh, je ziet hem helemaal niet. Oh wel, je ziet hem wel. Kijk nou. Hij ligt daar echt voor pampers. Ginny. Goeie leven, hè? Lekker staafje in je neusje. Ik zit lekker in het zonnetje. Met mijn 3 seconden buitenlucht. Ja, iemand moet hem er toch heen brengen, want hij kan er niet heen lopen. Het is ook niet verstandig trouwens. Ik heb dus geen telefoon mee, omdat hij was aan het opladen. Maar ik zat dus net te denken, wat ga ik vanavond eten? Dacht ik, oh ja, ik heb bij Flink bloemkool en sugar snaps besteld. Die zaten er helemaal niet bij. Dus nu twijfel ik aan mezelf, heb ik die er niet besteld of zaten die er niet bij? Ik denk, ja, dan ga ik dus nu... Echt, nou, ik weet niet hoeveel later, maar in ieder geval meer dan 2 uur later, denk ik. Ga ik zeggen, oh, sorry, maar ik mis een deel. Ja, ik ga het wel doen. En als ze me niet serieus nemen, dan nemen ze me niet serieus. Ik weet bijna zeker dat ik besteld heb, maar ik kan nu niet checken. Dus ik ga thuis even checken. Ik merk nu wel dat dingen doen wel echt veel energie weer kost. Dat ik gelijk... mijn vader ook voel. Maar ja, daarom moet ik dus die sugar snaps en bloemkool eten. Ik moet even mijn excuses aanbieden aan Flink. Ik heb het niet besteld. Ik blame mijn corona brain. Nou, ik dacht echt. Maar ik heb het niet gedaan. Ik weet ook echt niet waarom niet. Maar ik accepteer mijn leven. Dan weet ik ook echt niet wat ik vanavond ga eten. Maar ik ga nu er niet over nadenken. Ik ga nu gewoon weer... de bank zitten. Man, ellende. Godric voelt zich wel beter dan ik, hoor. Dat heb ik volgens mij nog niet echt gezegd. Maar die heeft wel last van zijn keel. Maar niet zoals ik. Hou eens je mond, joh. Niet dat hele slijm en het hoesten en de stem kwijt. Hij heeft ook niet dat wat spierpijn. Ik had echt griep en koorts gewoon. En hij heeft volgens mij gewoon meer een verkoudheidje, zeg maar. De lichtere gradatie. Dus of dat dan aan weerstand ligt of geluk, daar ja, kan ik verder niks over zeggen. Wat is jouw probleem? Wat dan? Wat? 20 minuten alleen? Ja. Heb je weer met tissues lopen slepen? Dat is niet de bedoeling. Wat zeg je? Ben je verhaal aan het vertellen? Er was dus een oranje poesje. Hij woont in Veenendaal. Hij vertelt hele verhalen. Ja. Het lijkt me wel genoeg nu, hè? Het is bijna de Trappy Show. Ik heb ondertussen schaatsen aanstaan op mijn telefoon. Godric die kijkt iets anders. Maar die is nu naar de wc. Al een tijdje. Dus ik heb het geluid even aangezet. Zoals je ziet begin ik weer aardig in te kachelen. Mijn wangen komen weer terug. Maar ik heb nog niet gegeten. Dus ik moet daar wel even naar kijken. Want het is ondertussen 7:30. Ik heb een appel op trouwens. Ik heb wel een appel op nog. Maar aangezien ik geen groente heb, wordt het nog een uitdaging. Ik had in Antwerpen nog een doosje met truffels gekocht. En dan denk je echt, wat een zielig doosje. Dit doosje was €9,50. Bij Mary. Dat was ook iemand die voorkwam bij ons in het chocolademuseum. Godric heeft er net 3 op. Ik was ze eerlijk gezegd helemaal vergeten. En hij heeft er 3 voor mij bewaard. Maar ik moet er nog niet aan denken. Ik heb wel hij heeft lekker salade gemaakt met spinazieblaadjes. Ik ben het helemaal vergeten te filmen, maar het was ook niet zo boeiend. Het was gewoon echt best wel, nou, eigenlijk de meest simpele salade ever. Maar daar heb ik best wel veel van op. En ik voel me ook echt gelijk weer een stukje beter. Dus ik heb echt goede hoop voor morgen. Echt. Nou, het gaat me nog zoveel sneller dan ik dacht. Omdat ik gisteren echt dacht, dit gaat heel lang duren. Maar nee. Ja, honger. Hij is de kat aan het voeren. Oh ja, dat is een goeie. Laat me dat even checken. Medicijnen. Volgens mij zijn we al klaar. Oh ja. You can give it. Today is the last day. Eigenlijk was gisteren de laatste dag, maar hij heeft het al in het spuitje zitten. En de vorige keer moesten we naar 12 dagen en nu 10. Zo, het zit toch een beetje raar, want waar geven we nu die medicijnen voor? Want basically weten we dus niet precies. Nee. Ik ben er allemaal mee ingewikkeld. In ieder geval, ik ben blij. Mijn stem is ook echt een stuk beter. Ik wil echt nog steeds die rode wangetjes, maar ik weet niet. Ik ga lekker douchen. En dan ga ik morgen gewoon volop een werkdag doen, denk ik. Ik ga me gewoon klaarmaken. Ik moet sowieso een aantal dingen doen. Dus ik ga mezelf gewoon proberen om een kleine doellist te maken met dingen die moeten. En ik neem jullie gewoon gezellig weer mee. Want ik heb nog niet zoveel gevlogd deze week. Dus heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie je weer bij de volgende video.